In de natuur vind je overal mineralen. En ook in ons leven spelen mineralen een grote rol. We nemen je mee en we laten je zien waar. Wanneer je iets gebroken hebt, dan moet je naar het ziekenhuis en dan wordt er een gipsverband omheen gelegd om de breuk te stabiliseren. Maar gips is ook een natuurproduct. Het komt voor in de vorm van kristallen. Het mineraal gips, dat heeft vele industriële toepassingen. We kennen het natuurlijk van gipsplaten, maar we kennen het ook als vulmiddel in papier en verf. Daarnaast kennen we het gipsverband. En dat is fijn verdeeld gipspoeder vermengd met water. En dat gipsverband, dat heeft wel een leuk Nederlands tintje. Want in 1851 is er een Nederlandse arts die in een militair hospitaal in Haarlem dat gips voor het eerst gebruikt om bij een soldaat een beenbreuk te spalken. Gips ontstaat in de zee. Als een zee verdampt, dan blijft er gips over. Nou, en hier heb ik de twee voorbeelden van het mineraal gips. Hier heb je een cluster met mooie kristallen van gips. He, met ook de kristalvlakken erop. En het andere, hier dat doorzichtige stuk hier, dat is een bijzonder stuk, omdat het tweelingvorming heeft. En je ziet in de midden loopt er een naad. En dat is als het ware het spiegelvlak van de linker en de rechterhelft. En dat heet dus een gipstweeling. Han, we zijn dus nu hier in de gipskamer van het ziekenhuis. En hoeveel behandelingen doe je per dag of per week? Nou, je zal je verbaasd staan hoeveel mensen wij hier zien. Er wordt veel gebroken in dit land. We staan hier met een team van 8 gipswalmeesters te werken. En wij zien zo'n 30-40% op een dag. Wat maakt gips nou eigenlijk zo geschikt om botbreuken mee te stabiliseren? Ja, dat ligt toch in het feit dat het snel toepasbaar is. Het hart vrij snel uit, dan heb je alweer een goede stevigheid. Praten we over de kristallengips en die zit hier op een katoenen windsel. Die doop je in water. Daar gaat een reactie plaatsvinden. Die ketens van moleculen gaan aan de slag. En die gaan zich rangschikken tot een wat gewapend systeem waarbij je fracturen kunt stabiliseren. Wat ten goede komt voor de stand. Maar ook voor de pijn. We gaan dat nu inpakken, stabiliseren, dan doet het minder pijn en kan de botbreuk mooi genezen. We doen daar eerst een kous om je pols, dan plakt dat gips niet zo op je huid. En dan gaan we dat nog eens een beetje vertroetelen met een beetje watten daar omheen voor de uitstekende botdelen. Dat voelt aangenamer. Ik heb hier de gips op die drager, die ga ik dompelen in water. En dat activeert die gipskristallen, dat ze zich mooi gaan vormen en een stevig mooi harnasje worden voor jouw pols. En dat rollen we gelijkmatig over je pols heen. Zie je dat? Daar gaat ie. Gipskristallen gaan nu aan het werk en die knetteren tegen elkaar aan. En dat noem je een exotherme warmtereactie. Nou, dat geeft warmte dus. En dat voel je aan dat gips. Hè? En dat gaat direct beginnen. Zo. Dat zit weer ingepakt. Dit water wat we erin gestopt hebben, dat moet verdampen. Daar gaat misschien wel 24 euro overheen. Een draagdoekje eromheen, paracetamolletje, dan komt het helemaal goed.